Het is vandaag zondag 19 november 2017. Het zonnetje schijnt en we staan in de haven van Steenbergen. Want vandaag komt Sinterklaas aan met al zijn pieten. En alleen, ja, ik heb net eens om me heen gekeken, maar ik zie nog helemaal geen kinderen. En als ik zo hoor, dan ik hoor nog helemaal geen muziek. En waar is alle publiek? Waar zijn alle ouders en opa's en oma's? Heb ik dan toch... Ik ga nog even controleren, maar... Zondag 19 november in de haven van Steenbergen. Ja, ik heb het toch goed gelezen. Zou er niet toevallig iemand voorbij lopen? Oh, ja, daar. Oh, wacht. Meneer. Ja? Zou ik u misschien eens mogen vragen? Ja hoor. Ik kom voor de intocht van Sinterklaas. Ja, van Sinterklaas, ja. Alleen... Hij komt toch hier aan? Nou, hij komt iets verder door. Aan die kant komt hij aan. Oh, sta ik dan helemaal op de verkeerde plek? Je staat helemaal op de verkeerde plek, ja. Oh, nee, dat is niet zo heel handig. Oh, nou, heel erg bedankt. Dagen en nachten, maar alle pakjes staan klaar. Vanavond gaat het gebeuren, ieder krijgt een cadeau. Er wordt geklopt op de deuren, het wordt een feest, want pieten doen dat zo. Sinterklaas is weer in het land, we bouwen een feestje dat ligt voor de hand. Want Sinterklaas, die brengt je cadeautjes en snoepgoed vandaag. Wat heb jij net voor lekkers gehad? Pepernoten. Oh, en van wie heb jij die gehad? Van een Piet. Heb jij een beetje zin in de intocht van Sinterklaas? Ja. Wat ga jij vanavond nou doen? Spelletjes spelen. En ga jij ook nog iets zetten? Ik heb gisteren al mijn schoen gezet. Oh, je hebt gisteren al je schoentje gezet. Oh, wauw. En heb je ook nog iets naast het schoentje gezet? Ja, een appel. En voor wie is die appel? Is die voor Sinterklaas? Amerika. Oh, voor het paard van Sinterklaas. Oh. Heb jij je schoentje al gezet? Ja. En heb je daar ook iets, nog iets voor het paard in gedaan? Ja. En wat dan? Hierbovenop kun je het ook heel goed zien, op Piet. Ik zie nog helemaal niks. Je zet de spekletter in en... Een schiet. Voor te schieten. Wauw, wat leuk! En wat ben je mooi aangekleed? Als wie ben jij verkleed? Sinterklaas. Wauw, wat mooi! Sinterklaas, die brengt je cadeautjes en snoepgoed vannacht. Met Sinterklaas kunnen wij op het dak en brengen de pakjes dan rond met gemak. Sint maakt ons gek, ja, we dansen en zingen als hij naar ons. Ik ga ze aan jullie vragen. Wat gaan jullie op jullie verlanglijstje zetten? Een spelletje. En wat voor spelletje is dat dan? Een Pokémon spelletje voor op de DS. Leuk. En jij? Familiespelletje. En weet je al welk familiespelletje? Nee. Dat je dan gezellig met papa en mama kan spelen? Ja. Wat leuk. Een Lego trein. Een Lego trein. Ben je zo fan van Lego dingetjes? Ja. Heb je al veel van Lego? Ja. Wat allemaal? Lego van een boot, een auto, een vrachtwagen. Vliegtuig en een helikopter. Hartstikke leuk. En jij? Ik wil Pokémon kaarten. Pokémon kaarten, wauw. En jij? Een hatchimal. Een hatchimal? Zeg ik dat goed zo? Een hatchimal. Wat is dat? Nou, dat is eigenlijk een heel groot ei en dan geeft hij geluidjes en dan gaat het ei open en dan komt er zo een kuikentje. Wauw, wat leuk! En wat wil jij hebben? Nou, ik ga nog wat glitteroogjes vragen, want ik heb ze bijna allemaal. Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer?
zoet is, krijgt lekkers. Wie stout is, de roeg. O lieve Sint-Nicolaas, kom ook eens bij mij. En rijd toch niet stilletjes ons huisje voorbij. Ziegins komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer. Hoe waaien de wimpels al heen en alweer. Piet staat te lachen en roept ons al toe. Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roep. Naast wethouder Zijlmans en zojuist is de Sint aangekomen. Meneer Zijlmans, waar wonen nou de liefste kinderen van Nederland? In Steenbergen natuurlijk, heb ik net tegen Sinterklaas verteld en het is ook volgens mij zo hoor. Ja, dat denk ik ook wel ja. En wat gaat er nou vanmiddag nog gebeuren? Er is een heel programma gemaakt, ja, daar hebben wij natuurlijk als gemeente niet mee te maken, want wij ontvangen Sinterklaas en dan is er een organisatiecomité, die heeft er heel veel tijd en energie in gestoken en er is een groot festijn op de markt. En meneer de wethouder, gaat u ook uw schoen zetten? Jazeker, zeker. Want je weet nooit of daar iets een lekkere pepernoten in komen of een speculaaspop of zo. Ik ga hem zetten vanavond, zeker. En heeft u ook nog speciale wensen op uw verlanglijstje gezet? Ja, maar dat wil ik een beetje geheim houden, want dat is nogal een groot cadeau en ik weet niet of dat in de schoen past. Oké, nou, dan zien we u straks misschien nog wel op de Grote Markt. En ik hoop dat we allemaal lekker van het Sinterklaasfeest gaan genieten dit jaar. Het is hartstikke lekker weer. Nou, het zonnetje komt er doorheen. Wat wil je nog meer? Veel plezier vanmiddag. Spanning, minuten duren, uren. De wind die maakt het guur. En ik voel de kriebels in mijn buik. Wat een spanning. De stoomboot is geladen. Cadeaus en chocolade. Ze liggen onder in het ruim. En ook Sint is weer klaar voor het feest. Van blijde kinderen houdt hij het meest. Het meest. Het meest, en Piet die staat te zingen en springen, lekker swingen. Het is allemaal voor jou en lekker strooien, weggooien, dat is het mooie. Het is allemaal voor jou, we staan te zingen. Wat een feestje, een ieder staat te springen en Piet die staat te zingen. We wachten nu op Sint. Gelukkig, de Sint is veilig aangekomen in de haven van Steenbergen en hij heeft dat zonnetje meegenomen vanuit Spanje. We gaan nu met z'n allen door naar de markt waar een groot Pietenfeest plaatsvindt en dan gaan we eens kijken wat we daar allemaal kunnen doen. Deuren houdt hij het meest, het meest, het meest en Piet die staat te zingen. En springen, lekker swingen. Het is allemaal voor jou en lekker strooien. Vergooien, dat is het mooie. Het is allemaal voor jou, we staan te zingen. Sint is weer klaar voor het feest. Van blijde kinderen houdt hij het meest, het meest, het meest. En Piet die staat te zingen en springen, lekker swingen. Het is allemaal voor jou en lekker strooien, weggooien, dat is het mooie. We staan hier op de markt en Piet, wat gebeurt er hier allemaal? Nou, het is totale gekkenhuis eigenlijk, maar we hebben heel veel leuke spelletjes voor de kinderen. Ze kunnen pepernoten bakken, ze kunnen hier een Pietendiploma halen. Ze zijn nu aan het blokfluiten om te oefenen. En straks hebben we nog een andere clinic waar de kinderen aan mee kunnen doen, een beetje trommelen. En ze kunnen met Sinterklaas nog op de foto in een mooie tent. Ja, al met al een hele leuke middag voor de kinderen. En eigenlijk ook voor de ouders. En we zijn heel blij dat we weer terug zijn hier in Steenbergen. En dat we lekker hier op de markt mogen zijn.
Ja, wij zijn allemaal ook heel blij. En specifiek hier kunnen de kinderen dus een pietendiploma halen. Ja, specifiek hier kunnen ze een pietendiploma halen met een paar kleine oefeningen. En dan krijgen ze ons een diploma. En kan je ons wat vertellen over die onderdelen? Nou, we hebben een bank staan, daar moeten ze dan goed overheen lopen. En daarna moeten ze de hoepels heen springen en daarna nog een pakje gooien in de schoorsteen. Dus het is wel een heftig parcours. Het lijkt me ook heel zwaar, maar dat is dus wat het... Dat heb je dus nodig om piet te worden, maar zo te zien gaat het volgens mij hartstikke goed met het de kinderen. Supergoed, het gaat echt super. We hebben al heel veel kinderen een diploma kunnen geven. Nou, heel veel succes dan nog vanmiddag. Ja, dankjewel. Dames, jullie hebben een pietendiploma gekregen, maar wat hebben jullie daarvoor moeten doen? Nou, we hebben over wel een bank moeten lopen en in hoepels moeten springen. En toen moesten we een pakje in bak gooien. En dat heb ik in één keer gedaan. Ik ook. Dus nu zijn jullie echte pieten met een echt diploma. Ja. Nou, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Stoomboot, cadeautje, Sinterklaas, kapoentje, pepernoten. Stoomboot, cadeautje, Sinterklaas, kapoentje, pepernoten. Stoomboot, cadeautje, Sinterklaas, kapoentje, pepernoten. Stoomboot, cadeautje, Sinterklaas, pepernoten. Intocht, drukke kade, grote boek vol namen. Burgemeester, bakjesboot, gaat hij het wel halen? Sinterklaasje. Bakpieter, wat is er aan de hand? Nou, toen we aan het varen waren, de zee was heel wild. Allemaal hoge golven en het ging heel snel, maar alle pepernoten vielen van de boot af. En nu? Ja, nu hebben we dus niet genoeg noten. En nu moeten we de kindjes, die moeten ons helpen om genoeg noten te krijgen. Maar net hebben ze muzieknoten gemaakt, maar die kunnen we natuurlijk niet eten. Nee, maar wat dan nu? Wat dan wel? Ik ben wel bij de bakker, zijn we nu echt wel pepernootjes in de oven aan het stoppen. Dus als het goed is, dan worden er heel veel gebakken. Ze zijn wel druk bezig met ons aan het helpen, dus het komt vast goed. Oké, nou gelukkig, dan gaan we daar eens even een kijkje nemen. Maar even kijken, ze zijn hier hard bezig, dus... Hebben jullie ze ook al geproefd? Ze zijn super lekker. Ja? Ze zijn goede noten. Noten, stoomboot, cadeautje, Sinterklaas, kapoentje, pepernoten. Stoomboot, cadeautje, Sinterklaas, kapoentje, pepernoten. Stoomboot, cadeautje, Sinterklaas, pepernoten. Amerigo, het dak op. Duwtje blok, tijd op. Hoofd, Piet, marsepein, chocolade, bisschop. Papier, zak, strooigoed. Piet die heeft een muts op. Hop, 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 hop. Paardje in galop. Zie de baas schijnt door de bomen. Heerlijk avondje is gekomen. Pepernoten in je schoentje. Zou de goede zit voorkomen. Zwarte pieten, 5 december. Pakjesavond, veel cadeautjes. Dank u Sinterklaasje. Eerlijk zullen we alles delen. Ik sta hier bij mijn papa en wat vindt u van het Sinterklaasfeest van tot nu toe? Ja, superleuk natuurlijk. Je hoort er helemaal bij. Gaat u dit jaar ook uw schoen zetten? Ja, dat doet ze, dat had ze gisteravond al gedaan. En gaat u ook uw schoen zetten? Ik ga geen schoen zetten. Nee? Gaat u dan wel wat een verlanglijstje maken voor Sinterklaas? Dat wel. Ja? Wat gaat u daar allemaal op zetten? Sinterklaas, die blijft zitten. Wat gaan we op de verlanglijst zetten? Wat gaat papa op de verlanglijst zetten? Ja, wat gaat papa op zijn verlanglijstje zetten, Lin? Ga je dat nou zeggen? Nou, allemaal leuke dingetjes. En wat hebben jullie net gedaan hier op het grote markt? We hebben lekker gedanst. Jongens en meiden, als jullie hier op het podium kijken, zien jullie twee bakpieten staan. Want ze hebben de pannetjes al vast. En nu was het een superbelangrijk weet je dat niet. Ze goede ritme gingen spelen. Nee, we hebben lekker gedanst net. Ja. Weet u nog welke dansen het allemaal waren? Okie pokie hebben we gedanst, hè? En welke en nog meer? Ze gelijk het goede ritme om de pepernoten te bakken. Lijkt jullie dat ook een goed idee? Zeg ik nou niet meer. Oké, dan gaan we dat proberen. Dus de hokie pokie was leuk, hè? Voor deze bakpieten. En dan gaan ze echt de best doen. En heb je al je schoentje gezet, Lin? Lin, heb jij je schoentje gezet? Heb jij je schoentje al gezet? Nee. Jawel, toch? En heb je ook al een... Ik heb pepernoten. Heb je pepernoten gekregen? Oh, wat lekker. En de paard had de worts opgegeten. En de zwarte piet en mijn tekening voor Sinterklaas meegenomen. Wauw. Bof komt. En heb jij ook een verlanglijstje, Lin? Heb jij nog iets wat je heel graag wil hebben van Sinterklaas? Oké. We gaan het nog een keer proberen. Misschien kunnen jullie al een beetje meeklappen, jongens. Heb je allemaal opgeschreven? Ja, dat is het. Je hebt er allemaal onzicht, Daar gaan we.
Babypop. Ja, is er nog iets van Frozen? Oh, Pieter. Een klei heb je, van Play-Doh? Ja. Jongens en meiden, kunnen jullie misschien... Dan hopen we maar, als ze mooie liedjes zingt, Dien, dat ze het hier is. Goed? Ik heb een grote. Oké, jullie vonden het namelijk al wel heel erg mooi. En daar ik gaan heb we. Twee doosjes met rondgeschreven met jullie dat, een Pieter? Poppetje erin. Precies, dus heel gespaard. Hartstikke leuk. Nou. Stoomboot, karootje, Sinterklaas, kapoentje, pepernoten. Stoomboot, karootje, Sinterklaas, kapoentje, pepernoten. Stoomboot, karootje, Sinterklaas, kapoentje, pepernoten. Stoomboot, karootje, Sinterklaas, pepernoten. Amerigo, het dak op. Duwtje blok, tijd aan. Nou, dag Sinterklaas, dag Pieter. Dag Christa, wat leuk dat je er bent, zeg. En alle kinderen die naar de slos kijken natuurlijk. Hè? Wat fijn, wat zijn we allemaal blij dat u er weer bent. Hoe was uw reis vanuit Spanje? Nou, ik moet zeggen, het was wel een beetje stormachtig. Je hebt het wel op televisie gezien ook. Zeker, zeker. Ook al die pakjes die van boord gevallen zijn. En nu ook in Steenbergen problemen met de pepernoten. Maar het is opgelost, hè. Ja, want wat een goed idee dat we dat de kinderen nu bij het bakhuis ook al de pepernoten allemaal kunnen bakken. Heel fijn, zeg. Echt, helemaal geweldig. Een hele slimme Piet heeft dat verzonnen en bij het bakhuis hebben ze geholpen. En heeft u al mooie tekeningen gehad van de kinderen? Ik ga al die mooie tekeningen ophangen in mijn slaapkamer en ik denk dat de kamer vol hangt vanavond. Geweldig. Ja, dat vind ik ook. Ja, want Sinterklaas, dan wil ik er u eigenlijk ook nog wel eentje geven. Want ik heb ook een tekening voor u gemaakt. Alsjeblieft. En ik heb een envelop gedaan. Dan namens de slos hebben wij een tekening voor u gemaakt. Dat vind ik heel lief. Kijk, niet alleen de kinderen in Steenbergen zijn lief. Maar ook alle medewerkers van de slos, hè. Dat vind ik heel lief dat u dat zegt. Dank u wel. Ja, nou, dat is gewoon zo. Weet je wat? Mag je vanavond ook je schoen zetten? Ja, dat zal ik zeker doen. En dan zal ik er een wortel naast leggen voor Americo. En dan maak ik ook nog een extra tekening voor de Pieten. En dan zal ik ook een heel mooi liedje zingen. Vergeten de kinderen niet alle schoentjes te zetten in Steenbergen. Het is natuurlijk wel belangrijk dat alle schoentjes gezet worden. Hè? Ja. En 5 december, groot feest. Dus jongens en meisjes, jullie horen het. Vanavond allemaal je schoen zetten. En natuurlijk ook op 5 december en in de tussentijd. Nou Sinterklaas, ik wens u een heel fijn verblijf in Nederland. En ook de Piet natuurlijk. En heel erg bedankt dat ik even hier naast u mocht komen zitten. Nou, ik geniet er sowieso van. En ik kom natuurlijk elk jaar weer heel graag naar Steenbergen toe. Dus we maken er een groot feest van. Dankjewel. Stoomboot, karootje, Sinterklaas, kapoentje, pepernoten. Stoomboot, karootje, Sinterklaas, pepernoten. Dag Sinterklaasje. Tai tai.